Ja, het is vandaag 28 april en we zien dat in Panningen bij basisschool De Regenboog. En hij werd van alles opgepimpt achter mij. Het schoolplein werd gans onder handen genomen door de Rabobank, door leerlingen van het Bouwers van de Boijen College en door De Regenboog zelf. En we gaan eens kijken wat voor modern zij allemaal gemaakt weer. De eerste logica is dat, deze scholieren van het Bouwers van de Boijen College in het kader van laat ik zeggen, maatschappelijke stage en andersoortige activiteiten zoals beeldende vorming of artistieke vorming hun diensten hebben aangeboden om met behulp van een aantal mensen van de Rabobank en met een paar mensen hier van de school en wat vrijwilligers zoals ik het schoolplein een wat leuker, gezelliger, interessanter aanblik te geven. En je zou bijna zeggen, het schoolplein is zoals bij veel scholen een tegelparadijs. Meer gebeurt er niet. En de kinderen van vandaag die hebben zoveel impulsen nodig om geprikkeld te worden tot activiteiten. Dat een speelplaats waar helemaal niks gebeurt, dat is niet echt interessant meer. Het is eigenlijk gekomen om door de maatschappelijke stage, wat door het jeugdstation wordt geregeld. Toen kwamen ze bij mij op school vragen van wat zou je nog wel eens willen. Want dan kunnen we dat misschien regelen met de maatschappelijke stages. Nou, toen zei ik, we hebben een hartstikke mooi speelplein. We hebben gezien de regenboog, maar als op het speelplein kijkt, dan straalt er weinig regenboog af. En dit is allemaal van de gemeente. En toen zei ik, nou, misschien is het wel, mogen we de speelplaats lang om pimpen, zodat de kinderen ook daadwerkelijk erop kunnen spelen. Niet alleen voetballen of rondrennen, want ze gaan zich hoe dan ook vervelen. Maar het zou leuk zijn als met meerdere partijen de speelplaats een nieuw gezicht kunnen schrijven, een nieuwe uitstraling. Een beetje een regenboog-uitstraling. Dus zien we gewoon kijken van, wie zou dat kunnen organiseren? Nou, wie de BBC, de Bouwens. Daar wil je wel leerlingen mee helpen. En toen zien we wel tot een plan gekomen samen met de Rabobank. Want als school is dat niet te betalen. Dat klinkt misschien dom, maar met alle bezuinigingen en een basisonderwijs is sowieso helemaal niks. Kent ze eigenlijk helemaal niks. En dan is de Rabobank natuurlijk wel een hele mooie sponsor. Wij zijn er niet alleen om geld te verdienen, maar we willen ook heel graag iets terugdoen voor de maatschappij. En in de uiting geven aan het dichtbij. Hè. Dus we willen heel graag dichtbij zijn bij onze klanten. En zeker ook bij onze jeugdige klanten. Want dat is uiteindelijk voor ons natuurlijk een heel belangrijke doelgroep. Omdat dat ook de klanten van onze van de toekomst gaan worden. Dat is dit denk ik een heel mooi voorbeeld van, waarin medewerkers ook meehelpen om een bepaald tekening te maken. En waarbij de middelen dan uiteindelijk ook door ons beschikbaar gesteld worden om daar iets voor terug te doen. Die middelen zijn personeel zoals we hier zien? Nou, personeel, heel vrijwillig uiteraard. Hè. Dat past ook mooi in onze coöperatieve gedachte. Er hoeft nog niet altijd iets tegenover te staan. Maar ook middelen als de verf en dat soort dingen, die worden dan ook door ons graag betaald om van dit project een succes te maken. Ja. Nou, en ik denk dat dit een mooi samenspel is van een idee wat er op de school leeft en wat wij dan willen betekenen voor de gemeenschap. Nou, mensen van de Rabobank hebben bijvoorbeeld mij gevraagd. Ik ben zelf een kunstschilder. En ik heb bij heel wat scholen al pleinen gedaan en muurschilderingen gedaan. Dus ik heb een beetje in de gaten wat kinderen wel en wat niet voor kinderen is. Mm-hmm. En ik ben dan gevraagd van wil je dan meedenken? Kinderen, de scholieren van de BBC hebben een plan gemaakt. Aanvankelijk was het plan niet veel. Want het waren alleen maar leuke dingen die zij leuk vinden. En ze hadden niet doorgedacht dat het gaat om kinderen. Dat ze iets moeten maken waar kinderen van basisschoolleeftijd iets mee kunnen. En geïnspireerd worden of tot spelen komen. Dus eigenlijk gingen de plannen vrij snel even van tafel. Dan werd het dus weer verder gediscussieerd. En nu zijn er behoorlijk wat spelvormen. Maar ook activiteiten in de zin van handigheid. Bijvoorbeeld je gaat hier op de blauwe stip staan en je gaat de bal door de ring gooien.
En hoe verder je er vanaf staat, hoe moeilijker dat natuurlijk wordt. En die symbolen, zet voor rood krijg je zoveel punten en voor blauw krijg je zoveel punten enzovoort. Daar komt een heel verkeerscircuit waarvan de straatbreedte een meter is. En dan komen er ook getallen in, van 1 tot en met 4. En afslagen en rotondes waar voorrang verleend moet worden. En je kan dan een jonge kleuter zeggen, ga naar de bakker. Maar ga via 2. En dan moeten ze met hun fietsje een heel circuit afleggen om daar te komen. En zo kun je telkens een andere opdracht geven. Hè? Nou, dus die spellen die zijn eigenlijk oeroude spellen. Ja. Omgezet door deze scholieren tot ja, een beetje spelletjes van vandaag. Ook de kleuren zijn een beetje kleuren van vandaag. Je kunt rood gebruiken, maar ook fluoriserend rood. Het springt toch iets meer in het oog, zeg maar. En op die manier verrijkt ook met dingen die aan de muur geschilderd gaan worden. Bijvoorbeeld aan een fietsenhok komt een doelman met 4 mogelijkheden om hem van een doelpunt te maken, zeg maar. En de moeilijkste krijgen natuurlijk meer punten dan de makkelijkste. En kinderen kunnen dan met een softball, met een redelijke voetbal, maar die dus niet zo hard kan, kunnen ze dan proberen precies in die cirkel terecht te komen. In het begin was het, we maken wat dingetjes en geven het een kleur. Wij spreken in november was het al. Nee, wij gaan dingen maken die ook naast het spelen ook een didactische functie hebben. En dan ben je bezig met leren spelen, spelend leren. Vorig schooljaar inderdaad, toen hebben ze al aangegeven, de leerlingen, dat ze het op de speelplaats wouden hebben, voor mijn komst. En toen hebben ze al dingen uitgetekend en die hebben we nu ook gebroekt. Die hebben natuurlijk in een iets ander jasje gegooid. Hè. Maar dat stond toen op nummer 1 van we willen echt kunnen spelen. Ja, en dat ging nu dadelijk gebeuren en dat is echt heel fijn. Nou, eigenlijk zou ze moeten komen filmen als ze binnenkomen, of 9 mei. Dan, dat vinden die enthousiaste gewoon, ze met aan de slag. Die kleine kinderen die hebben zoveel creativiteit in de hoofd zetten en die kleuters zetten. Dat is gewoon heel erg belangrijk dat een speelplaats uitnodigt tot spelen. En niet alleen maar een grieze plek hoe ze eventueel gaat kunnen rennen. Ja. Dus beweging, uitdaging. Het stimuleert de creativiteit van de kinderen, het samen spelen. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. You make me